Heel voorzichtig wordt het metalen werk van Auguste Rodin losgehakt. L'homme qui marche, dus de lopende man. Het gaat naar Wuppertal, naar het Von der Heydt Museum. Daar hebben ze een grote overzichtstentoonstelling van Rodin en Degas samen. Twee grote beeldhouwers, waarvan de werken nu voor het eerst samen naast elkaar tentoongesteld worden. Dit beeld is uitgekozen omdat het juist niet realistisch is. Dus het heeft geen kop, het heeft geen armen, het heeft geen handen. Het staat overeind en het heeft een hele grove oppervlakte. Dus je zou kunnen zeggen zo van, jee Rodin, wat een ontzettend heftig beeld. De sculptuur wordt deze week eerst nog gerestaureerd. Want het is niet helemaal tiptop in orde. En dat wil je natuurlijk wel als je zo'n belangrijk beeld uitleent. En dan kijk als hij weer terugkomt na 3 maanden. Dat is dan voor Rotterdam is dat altijd heel bijzonder dat een beeld dat weg is geweest, dat zie je dan nog eens extra scherp. Dus in die zin ben ik er wel voor dat beelden af en toe bewegen, dat je ze nog net iets helder en scherper weer kan zien. Een aanwinst voor Wuppertal, maar daardoor blijft het hier voorlopig leeg.